En hoppa, jullie zien het, hij zit er eindelijk op, waar we lang op hebben gewacht, is de koffer voor de Teneré. Echt fucking nice, ik ben er heel blij mee. Het staat ook echt super goed bij elkaar. Is alles erop en eraan. Hier moet je de binnenkant kijken, Louis Blokton jongen. Nee, is wel handig ja, voor als je je helm erin zet. Dan beschermt hij wel. Beter dan die kant die hier zit. Ah, nice man. Yo, what up? En welkom met jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video. Ja, 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 ja. En we staan bij de bike. Lekker man. Jullie zagen het net al. Topkoffertjes binnen. Echt fucking relax. Lekker al mijn zooi erin gooien. Dus hij is echt bijna compleet. Of zo goed als compleet is de bike. Niet heel erg veel komt er meer aan. Dus dit is hem zo'n beetje voor nu. Echt fucking blij mee. Dus we gaan hem even starten. Lampjes erop, alles erop en eraan. Hoppa. En we zitten. Dikke akraploffert. Mike is nu zo goed als klaar. Precies hoe ik hem wil hebben. Het enige dingetje is de quickshifter. Ik kreeg van de week een mail dat Yamaha gewoon een beer heeft uitgesteld. Dus het leveren hiervan duurt waarschijnlijk gewoon nog een paar weken. Als het niet langer is, dat is wel heel erg jammer. Maar goed, altijd leuk om gewoon nog uit te kijken naar iets leuks wat eraan komt. Voor de bike. Dus dat is ook wel cool. Hop. Altijd lachen deze garage. Het is echt weer gewoon fucking genieten op de bike. Het was vanmorgen nog een beetje fris. Maar het weer is echt super nice geworden. Als ik nu kijk, geeft hij 24 graden aan. Echt fucking lekker gewoon. Maar het uiterlijk, daar hadden we het net over. Dus die is wel echt bijna compleet nu. En natuurlijk, dit is gewoon een 700cc. Vaak pak je een 700cc omdat die wat lichter is. Het blok is vaak lichter, de motoren zijn wat soepeler. Maar voor de zekerheid had ik het gewoon nog een keer gevraagd bij een erkende Yamaha dealer die zelf ook zijn eigen testbank heeft. Of er eventueel nog wat aan de bike kan veranderen qua motorisch aspect. Dus een ECU flash, bepaalde onderdelen waardoor die beter gaat lopen. Maar in principe is dit het nieuwste model. En de dealer geeft ook zelf aan in de e-mail. Ik zal hem hier even groter maken. Dat bij een CP2 blok het erg tegenvalt om deze flash te geven. Nee, dus hij gaf aan in de mail inderdaad dat dat dit blok al aardig goed is afgesteld en dat het eigenlijk weinig nut heeft om iets nog te doen aan de bike, want een volledig uitlaatsysteem, dat wil ik er niet op, omdat ik nog van plan ben om in het buitenland te rijden met deze motor. En een V2 blok zonder kat geeft aardig wat lawaai. Ik vind hem zonder de beker, dat vind ik hem al aardig hard klinken. Dus hij gaf aan om misschien nog te kijken voor een nieuwe luchtfilter. Daar kunnen we nog wel even naar kijken. Is altijd te proberen. Vaak gaat de motor dan net wat soepeler lopen. En in principe, ze zijn uitwasbaar. Dus je hoeft nooit meer een filter eigenlijk te kopen. Je kan hem gewoon schoonmaken, wassen. En klaar, klaros.
Lekker man. Dus jullie kunnen hem dadelijk even op pauze zetten of wat dan ook, als je de mail even wilt lezen. Hebben jullie een andere ervaring? Laat het weten in de reacties. Hoppa, kijk eens waar we weer zijn. We zijn weer beland in de Maastunnel. Altijd een lekker geluidje hier. Terugschakelen. Hoppa. Oh, het is wel echt goed warm geworden. Maar het is toch alleen maar genieten, want deze zomer, mensen, deze zomer is toch helemaal nergens op in Nederland. We hebben volgens mij in, wanneer was het? Juni? Begin juni. Hebben we even een paar weken mooi weer gehad, maar ook niet voor lang. Dus dat is wel echt jammer. Ik ben blij dat ik nog naar het buitenland ben geweest. Dus dat ik in ieder geval nog een beetje zonnestraaltjes heb gehad. Maar dit is wel gewoon weer genieten hoor. Ik ben er wel echt blij mee. Maar we gaan hier even de snelweg op. Ik hoop dat we niet gelijk vaststaan. Maar ik heb even zin om te knallen. Even de Teneré opengooien. Want dat was in het begin een grote twijfel voor mij. Omdat er nou niet echt heel veel reviews waren over hoe die op de snelweg reed. Omdat het vaak een motor wordt gebruikt voor offroad, waar die ook gewoon super goed is. Maar in principe uiteindelijk gebruik je een motor toch merendeels voor op de straat, voor op de weg. Daar was een beetje weinig van te vinden. Maar ik moet zeggen, we hebben nu bijna 3000 kilometer erop. En dat valt zeker niet tegen. Ik vind hem op de snelweg ook super goed presteren. Echt, ik heb bijna geen last van wind. Ook door het korte ruitje. Met een iets hoger ruitje had ik een beetje turbulentie. Die ruitjes die hebben precies zo'n lengte. Als je mijn lengte hebt, waardoor de wind echt gewoon op je helm terecht komt. En zo krijg je best wel vaak turbulentie. Dat is wel irritant. Ik heb het met die V-stroms ook altijd gehad. Dus bij mijn laatste V-strom had ik een heel hoog ruitje gepakt. Dat werkte wel vrij goed. En nu bij deze Teneré vond ik een hoger ruit echt fucking lelijk. Dus daar hebben we gewoon deze sportieve lager uit gepakt. Staat ook nog super mooi. Gewoon een mooi lekker zwart donker ruitje. En heel weinig wind te voelen. Ik ben daar super blij mee. Je hoorde het ook bij de video. Toen ik een proefrit maakte op de Harley. We reden nog zachter dan dit. En je hoorde al best wel veel wind. Nu hoor je ook wel veel wind. Maar een stuk minder dan bij een naked bike of wat dan ook. Dus dat vind ik ook wel super fijn. Oh, moet je kijken. Wij moeten gelukkig deze kant op. Hier is het al kapot druk richting Den Haag. Yeah. Lekker staan even op de bike. Hier, als we die andere weg hadden gepakt, stonden we nu daarin. Fucking druk weer. Heerlijk, zwevend voorwiel, gaan met die banaan. En dan lekker laten uitrollen. Wop. I'm
er staat nu een ambulance achter ons. Die moet er langs. Dat is wel erg fucked up. Ja, mensen. Boah, dit is toch lekker om nu een bike te hebben. Waarschijnlijk staat de brug open. En als de brug hier open staat, staat gewoon heel Hoogvliet helemaal vol. Voor ambulance, politie en alles, dan is het wel echt kut. Dus heel veel auto's moeten opzij. Vaak zijn die stoepranden fucking hoog. Maak je bumper ook nog kapot. Maar voor nu is het even wachten totdat de brug omlaag is. En dan gaat deze stoplift volgens mij pas op groen. En dan gaan we gewoon weer lekker even rustig naar huis tuffen. Dus dit was gewoon even een korte video. Even een update over de bike. Koffer zit erop. Even jullie mening vragen over de fles, over het aanpakken van de Teneré. En inderdaad de mail die ik heb gekregen. En zoals altijd zie ik jullie weer bij de volgende video. Laters. Nou, een update. We zijn toch nog even langs een paar auto's gegaan. Maar mensen die staan met de deur open, alles erop en eraan. Dus ik vermoed dat er weer storing is. En dan gaan we hier nog heel lang staan. Echt heel lang. Dus we gaan het meemaken. Poh. Niet normaal dit, man.